Welkom bij dit filmpje over een stukje uit het eindexamenpensum Plato 2024. We zitten nog steeds in het symposium. Alcibiades is over Socrates aan het praten. In de vorige tekst heeft hij gezegd dat hij lijkt op zo'n Silenebeeld. Van buiten is hij heel anders dan van binnen. Van buiten lijkt hij namelijk continu verliefd te zijn en daardoor in een staat van onwetendheid te verkeren. Maar van binnen heeft hij blijkbaar juist heel veel zelfbeheersing. Alcibiades legt dit verder uit in dit stuk tekst. En begint hij met iste. Iste is van Oida, de imperativus, weet, hoti, dat. En dan komt er een oete. En deze oete hoort bij de oete in de volgende regel. Dus je hebt hier oete en dan nog een oete. En dan nog een oete. Dus dan heb je een niet en ook niet en ook niet. Ei is hier in een afhankelijke zin het woordje of in de vertaling. Dus dan heb je weet dat niet of het is zonder accent, dus voornaamwoord iemand, kalos, mooi, esti. Weet dat niet of iemand mooi is, melei, melei met een dativus, dat is autoi hier, betekent puntje puntje interesseert de persoon in de dativus, hem in dit geval. En dan staat er oeden, en oeden is hier in combinatie met oete, wat ervoor stond, versterkt. En dat mag je dan vertalen met ook maar iets. Dus weet dat niet of iemand mooi is, hem ook maar iets interesseert. Maar, een tegenstelling, kataphronei. En dat betekent letterlijk naar beneden kijken. Dus hij kijkt erop neer. Tosuton, die hoort bij hosson. Zoveel. Hosom als oed an eis, hijs. Hijs is het telwoord 1. Dus oed hijs is niet 1, oftewel niemand. En die an gaat hier met een optativus potentialis. Dus oietheie zou kunnen menen. Zoveel als niemand zou kunnen menen. Dus hij veracht schoonheid zo ontzettend veel dat niemand zich dat voor kan stellen. En dan krijgen we het tweede oete. En ook niet ei, het is plousios. Daar kan je esti bij aanvullen. Of iemand rijk is. En dan de derde oete. We zitten hier dus in een polysyndeton en ook anaphora, want het begint steeds op dezelfde manier. En ook niet ei of. Dus we hebben hier ook nog eens een tricolon, want het gaat om drie verschillende dingen. Dus we horen allemaal bij dat interesseert iemand, melei, autoi. En ook niet of. En dan hebben we nu een iets andere constructie. Allen, tina, timen, die drie congrueren met elkaar, een of ander ander eerbewijs, dus een ander voordeel, een ander aanzien, hebbende, egon, en het onderwerp daarbij is tis, dat kan je aanvullen uit het stukje ervoor, of iemand die heeft een ander eerbewijs, of een ander voordeel. Toon, genitivus meervoud, congrueert met makarizomenon, gesubstantiveerd participium. Makarizo is prijzen of ophemelen, dus van degenen die geprezen worden. Hypo hoort bij pletus, door de massa.
En eerder ging het ook al over hoi polloi. Dit is net zo'n denigrerende term. De menigte, nou ja, dat. Dus er worden hier drie dingen opgenoemd die Socrates echt niet interesseren. En toevallig is Alcibiades zowel mooi als rijk als geëerd door de massa. Dus het moet hem wel raken dat Socrates net dat allemaal niet interessant vindt. Gaitai, de. En hij meent, daar komt een ACI achter. Dus dan begin je de zin met dat, dat, panta. En daar hoort tauta, tak, temata allemaal bij. Dat is de A van de ACI. Dat al deze bezittingen. Oedenos is een genitivus, dat komt door axia. Dat gaat namelijk met een genitivus. Axia betekent waard. En oedenos is dan dus niets, niets waard. En dit hoort, deze A van de ACI hoort bij einoi, de I van de ACI, zijn. Dus, en hij meent dat al deze bezittingen niets waard zijn. Kai, hier gaat de ACI nog verder. En hemas, wij, en dat wij, en die wij, daar bedoelt Alcibiades zichzelf en andere mannen zoals hij, oeden, einai, en dat wij niets zijn, of en dat wij niet belangrijk zijn. En dan zegt hij, lego humin, ik zeg het jullie. En daarmee dus zo'n tussenwerpsel met echt waar, ik verzeker het jullie, ik zweer het. Nou ja, zoiets. Aeronaiomenos is een participium. Heeft Socrates als onderwerp. Net als, we hebben hier ook nog twee voegwoorden tussen. Paizoon, ook participium met Socrates als onderwerp. En deze twee participia die horen bij de persoonsvorm diatelei, daar aan het eind. En deze combinatie, die moet je dan anders vertalen, want dan heb je een persoonsvorm die je vertaalt als bijwoord, namelijk het bijwoord voortdurend. En dan kan je die participia als persoonsvorm vertalen. Dus, en hij spreekt voortdurend met ironie. En hij spot voortdurend. Dus dat is de betekenis van deze drie werkwoorden. Pantaton bion staat in de accusativus, dus accusativus van tijdsduur. Mag je dan vertalen met gedurende. Gedurende zijn hele leven. Pros tous anthropous. Tegenover de mensen. Dus hier zie je een beschrijving van het gedrag van Socrates. Dus wat de mensen bij hem zien. En dit is ook hoe Alcibiades hem noemde toen hij begon met praten. Namelijk hubristes, brutaal. Spuda santos de auto. Een mooie combinatie van een participium in de genitivus, participium auristus. En een naamwoord in de genitivus. Het is een genitivus absolutus. En omdat het een auristus participium is, mag je beginnen met nadat. Hij is dan het onderwerp, auto. En nadat, hij. En spudazzo betekent ernstig worden. Dus dat is ook een tegenstelling met dat paizoon van zojuist. Nadat hij ernstig is geworden. Of als hij ernstig is geworden, wanneer hij ernstig is geworden. Kai. En heb je het vervolg van genitivus absolutus. Anoigthentos. Ook participium auristus. Hier is het passief van anoigo openen of anoignumi openen. En nadat hij geopend is. Dus dit verwijst naar
de binnenkant van Socrates. Hè? Dus als het ware bij zo'n Silenebeeld, waarbij je aan de buitenkant een lelijke, dronken, opgewonden Silene ziet. Dat als je hem opent, dat je dan allemaal mooie godenbeeldjes ziet. Daar gaat Alcibiades nu dus ook iets over zeggen hoe dat werkt bij Socrates. Ook oida, ik weet niet. En dan heb je ei, dat is hier weer bij afhankelijke zin. Of tis, iemand. Eoraken, perfectum van horao. Tis als onderwerp. Of iemand heeft gezien. Ja, dus iemand van de mensen die op dat symposium zijn, tegen wie hij nu aan het praten is. Ta agamata, de beelden, entos, van binnen. En die beelden, dat is dus het vervolg van die metafoor waar hij het al de hele tijd over heeft. Zaten er bij die Silene beelden echt van binnen. En bij Socrates gaat het natuurlijk niet om letterlijk beelden, maar om de zelfbeheersing die hij van binnen heeft. Dus hij weet niet of iemand ooit al eens heeft gezien dat hij inderdaad zoveel zelfbeheersing heeft. Al, maar, ego, ik, edde, al, en dan met pot erbij eens, eidoon, Aoristus van horao. Maar ik heb het al eens gezien, of ik heb ze, als je het laat verwijzen naar de beelden, al eens gezien. Kai, en, mooi, edoxen, Aoristus. En er staat er letterlijk, en het scheen mij, maar het onderwerp zijn die beelden. En dat is een onzijdig meervoud. En dan de persoonsvorm enkelvoud, dat komt vaker voor. Zeker als je dat onderwerp kunt beschouwen als een soort containerbegrip. Dus je vertelt hier, ze schenen mij. Huto, zo, theia, goddelijk. Kai, grusa, dat is eigenlijk grusea. Dat komt van gruses, goud en gouden. En dit moet natuurlijk allemaal een nominatief zijn. Dat hoort wel bij agromata, maar het heeft niet dezelfde naamval. En zij schenen mij zo goud en, of zo goddelijk en goud einai te zijn, afhankelijk van edoxen. Kai, pan, kala. Dat is een samenvoeging van pan en kala. Heel mooi. Kai, taumasta. En bewonderenswaardig. Nou, met al die kais zit je hier ook weer in een polysyndeton. Hoste, zodat, dat gaat met een ACI. En dan staat er een zeldzame vorm van de infinitivus, namelijk poietheion. Die komt zo weinig voor dat je hem ook niet hoeft te kennen, dus hij wordt gegeven. Het is een verbogen vorm van de infinitivus. In het Latijn, mocht je dat weten, dan lijkt hij een beetje op de gerundivum. Het komt van poieo. Dat betekent doen en dit mag je hier vertalen met dat gedaan moet worden. en daar hoort dus einai bij. Embragu, dat is een bijwoord, kort en goed of kort weg. Dat, wat, dat is hoti. Kelaioi, dat is de persoonsvorm. Het is een optativus obliquus. Want het zit in een indirecte zin. En het vervangt een conjunctivus generalis. Want Socrates beval dit standaard. Socrates is ook het onderwerp. Namelijk te zorgen voor je ziel. In plaats van je te richten op uiterlijkheden zoals schoonheid, rijkdom en eer. Waar Alcibiades dus wel heel goed in was. Dus dan krijg je dat Alcibiades zegt, ik zag ze ooit al, die beelden. En ze schenen bladibla.
zodat het kortweg nodig was om te doen wat Socrates ook maar beval. Tot zover dit filmpje.